Ik ben Emiel. Ik ben Jelte. En wij gaan vandaag bij Ik Voor Al langs om een aantal vragen te stellen over cybersecurity. Stel dat wij nu een phishing website en mail zouden maken van Ik Voor Al, dus dat wij ons voordoen als Ik Voor Al. Hoe groot schat u dan de kans dat dat ook daadwerkelijk bij jullie terechtkomt en uit de lucht wordt gehaald? Nou, die kans is eigenlijk vrij groot, want als je het naar meerdere mensen stuurt, in ieder geval is er vast wel één iemand die dat rapporteert bij ons. En zodra we zo'n melding binnenkrijgen, dan zullen we daar gelijk naar kijken. En zeker als het een phishing site van Access4All zelf is, dan nemen we gelijk actie. Dan proberen we de site te blokkeren. We gaan kijken of we de e-mails, als er meerdere e-mails gestuurd zijn, of we die nog in de spamfolder kunnen krijgen. We nemen in ieder geval contact ook op met de hoster van: jongens, jullie hosten een phishing site. En zullen dus op die manier redelijk makkelijk de site kunnen downgooien. Misschien even leuk vraag, misschien wat is phishing eigenlijk? Een phishing mail is een e-mail die vraagt om je logingegevens of gevoelige gegevens van bijvoorbeeld je ISP of je bank. Het heet phishing omdat er gehengeld wordt naar je gegevens. En vroeger werd er een vis-symbooltje, wat een beetje op HTML-tags lijkt, gebruikt om criminele activiteiten zoals phishing aan te geven. De meeste phishing zie je dat het een e-mail is die of van je internetprovider of van je bank afkomstig is en waarin gevraagd wordt van: log op deze site in, want er is iets aan de hand. En als je op die link klikt, dan kom je op een website uit die er precies uitziet als die van je internetprovider of je bank, maar het niet is en de crimineel zit erachter. Die vangt je logincodes op en je bent gefisht. Kijk goed naar de e-mails die je ontvangt. Vaak staan er in phishing mails rare berichten. Dus ga gewoon naar de site van je bank of van je internetprovider. Daar zal dan zeker een bericht staan als er iets aan de hand is. Goede tip is: gebruik een password manager. Een password manager herkent vaak de site waar je op wil inloggen en zal dus alleen naar je logincodes doorgeven aan de juiste site en niet aan een nepsite. En het belangrijkste is waarschijnlijk: kijk naar de link die in de mail staat. Als je op de link klikt, dan hoor je op de site van je bank uit te komen en niet op een andere site.